De ideeën van Don Hans van der Laan over architectuur vormen zo een basis van een bossenschool. Nu is het merkwaardig dat wij dus, dat aarde zelf eigenlijk geen vorm heeft, want ik alleen maar een oppervlakte van. Maar direct als ik hier een stuk uithaal, direct heeft het een vorm. En om ruimtes af te scheiden, moet ik het aan alle kanten doen. Nergens in de natuur vind ik iets waar ik een ruimte in homogeen kan afscheiden. Dus ik moet altijd vormen met elkaar verbinden. Dat wil zeggen construeren. En dat is de techniek van het bouwen. Samenvoegen van vormen. Nou, die vormen, als die eenmaal onttrokken zijn aan de aarde, dan hebben ze direct een maat. En die maat, die moet ik zelf bepalen. Dus voor mij gaat het erover dat het eerste wat ik doe, dat is het maat bepalen van een massieve uitgebreidheid, om met die uitgebreidheid een grootte van een ruimte, binnenruimte te bepalen. En dat is het hele proces. Neem een stuk papier en knip dat door midden. Als je een paar vellen doorknipt, blijkt dat je meestal ongeveer 1/25 van het midden af zit. Deze 1/25 is volgens Van der Laan het kleinst mogelijk verschil dat een mens waarneemt tussen twee groten. De volgende stap is om 36 vierkantjes te nemen en die allemaal 1/25 in grootte te verspringen en deze vervolgens door elkaar te husselen. Al deze vierkantjes in de weerwar zijn verschillend van grootte. Begin met het verzamelen van de groepjes van de grootste vierkantjes. Doe dit nog eens met de overgebleven vierkantjes. Verzamel de grootste die ongeveer even groot zijn bij elkaar. Doe dat net zo lang tot er één overblijft. Dit is de allerkleinste. Als je naar de groepen met vierkantjes van ongeveer dezelfde grootte kijkt, zie je dat er 5 groepen ontstaan, met telkens de grootste maat als drempelmaat. Samen met het allerkleinste vakje vind je zo 6 drempelmaten, van groot naar klein. De verhoudingen tussen deze drempelmaten noemt Van der Laan plastisch getal. Het matenstelsel uit het voorbeeld met de vierkantjes is de basis voor driedimensionale vormen die Van der Laan voorstelt. Dit matenstelsel en de bijbehorende vormen worden in de bossenschoolarchitectuur gebruikt. Door de maten van de vierkantjes aangevuld met een grotere en een nog kleinere maat in 3 dimensies te zetten, krijg je een verzameling blokken die Van der Laan een morfotheek noemt. Deze morfotheek is een vormenbibliotheek met blokken waarmee een gebouw gemaakt kan worden. Nou, dan kan ik zeggen dat ik helemaal uitga van de dikte van de wand, dat is de kleinste maat. En van die wand ga ik uit voor zo'n kolom, kijk de dikte en de breedte bij elkaar en een bepaalde hoogte. Ik krijg samen zo'n travé. Zo'n travé vormt een muur, zo'n muur die vormt een galerij. En die galerij die vormt weer met een achtergalerij een zaal. En dan gaat zo door met zo'n atrium ervoor en een hof ernaast. Dan krijg ik weer gebouwen om een hof heen, zoals ik dus ook weer galerij heb om een zaal heen. En al die dingen, dat is net als met de muziek, dat is een grote, zou ik zeggen, ja, hoe moet je het noemen, een symfonie. En dat gaat maar door.